Dat vind ik eigenlijk wel een goed motto voor deze hele tentoonstelling. Het zet echt die westerse bril af. Ze maken er een latte dus blauw met spirulina. Ik ga het nu proeven. Oké, we zijn er bijna, maar we zijn bijna te laat. Niks meer, niks minder. Dubbele punt. De feit. Revolutionary Road ken je misschien als film met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Origineel is het een boek uit 1961 van een Amerikaanse schrijver. En dat is nu tot een theaterstuk gemaakt door het Ro Theater. En de tekst is bewerkt door Jacob Derdig en we gaan dat vanavond zien. Mijn god, man. Ik heb nog nooit zulke gigantische martinis gezien. Voor het eerst in je leven heb je de tijd om erachter te komen wat je wil. En als je het dan eenmaal weet, heb je ook de tijd en de vrijheid om te gaan doen. Maureen, we hebben in elk geval een hoop lol gehad. Oké, weer op weg naar het station. Ik vond het echt een supergoed stuk. Het is ten eerste een hele goede kritiek op het burgerlijk leven en mensen die daar dan zogenaamd van walgen, maar er zelf eigenlijk onderdeel van zijn. Maar meer nog vond ik het een heel sterk portret van een aftakeling van een relatie. En je zit echt bij die mensen ongeveer op de bank terwijl ze ruzie maken. En dat is heel treffend neergezet. Dus ik zou willen zeggen, het is niet groots en meeslepend, maar juist heel intiem en meeslepend. En je ziet het gewoon helemaal uit de hand lopen. Er wordt ook naarmate het stuk voor steeds meer geschreeuwd. Maar heel mooi verbeeld. Mama, niet doen! Ik heb het! Hey, mijn naam staat genoeg! Ik heb vorige week een groene, een gele en een roze latte gedronken. Toen zag ik op Facebook dat er ook een toko is in Amsterdam waar je een blauwe latte kan drinken. Dat gaan we nu meemaken. Ze maken er een latte dus blauw met spirulina. Dat is volgens mij een soort zeewierpoeder. Dus ik ga het nu proeven. Oh, die moet je heel erg ergens aan denken. Iets van Aziatisch eten. Het is wel best wel zoet. Maar het smaakt ook best wel funky. Oké, ik zat ernaast. Het is niet zeewier, maar het is al. Het smaakt naar gember en een beetje naar Japanse zoutjes. En dan zoet en dan met melk. Misschien is jullie ondertussen opgevallen, maar ik hou van modetentoonstellingen. En nu ben ik bij het Tropenmuseum en daar ga ik naar Fashion Cities Africa. Bij binnenkomst lees je één Afrikaanse mode bestaat niet. En daar meteen daarna loop je aan tegen deze waxprints. Die worden veel in Nederland gemaakt door Vlisco. En dat is wel interessant, want dat is natuurlijk eigenlijk het cliché van Afrikaanse mode. Eigenlijk alle ontwerpers die verder in de tentoonstelling zitten gebruiken het ook niet. En ze zijn van oorsprong ook geïnspireerd op Indonesische batikprints. Dus er ligt heel veel buiten Afrika op wat dit betreft. De tentoonstelling is opgedeeld in 4 steden. Lagos, Nairobi, Casablanca en Johannesburg. En per stad lees je eigenlijk en zie je de verhalen van de mensen die daar in de mode werken of daar met mode bezig zijn. Goede quote over waxprints van een trend researcher. Die zegt, als je wil weten wat Afrikaanse mode betekent, moet je die westerse bril afzetten. En dus ook die waxprint loslaten, want dat is wat wij door onze westerse bril heel erg zien als de Afrikaanse mode. Deze tentoonstelling is echt een bundel verhalen van mensen die in die 4 steden in de mode werken. En laat heel goed zien dat die modewereld veel meer is dan het beeld dat wij er in het westen van hebben. En het laat dus zien dat er buiten Milaan, New York, Parijs en Londen eigenlijk nog veel meer interessant gebeurt op modegebied. En dat daar ook best dus aandacht voor mag komen. Maar ik miste wel een beetje duiding. En ik zou het juist ook wel interessant vinden als ze het zouden hebben over bijvoorbeeld culturele toe-eigening. En hoe kan je zorgen dat mensen uit die landen zelf er ook meer aan hebben als zulke stoffen of als zulke ontwerpen populair worden.